Hoi, Tom en Ellen hier. Ik heb Ellen net geïnterviewd voor ons blad Zorg en Zeggenschap. Dat komt na de zomer weer uit. En Ellen, waar heb je eigenlijk over geïnterviewd? Vooral mijn drijf, waarom ik vrijwilligerswerk doe bij het LOC en eigenlijk ook al de jeugdzorg waar ik heel lang bij betrokken ben. En hoe lang ben je erbij betrokken? Ja, ik heb tegen jou gezegd, ik ben het tenminste weer vergeten. Ja, ik, 2006. Volgens mij, 2006. Ja, zoiets. Toen ben ik begonnen bij de cliëntenraad. Ja. Oké, 2006, toen was ik 13. Om even in perspectief te plaatsen voor iedereen, 13 jaar. Dus het is al een heel lange tijd. Ik me helemaal oud als je dat zegt. Ja, je bent ook oud, Ellen. Nee, dat valt hartstikke mee. Je bent helemaal niet oud. Het wordt een mooi artikel. 3 pagina's. Jeetje. En het, ja, 3 pagina's met foto's van Ellen. En het is dus te zien na de zomer in Zorg en Zeggenschap. Volgens mij is de zomer nu voorbij. Dus dan, Nee, ja, augustus. Ja, over 2 weken is zomer voorbij. Maar let goed op, je ziet het weer voorbij komen op het platform van LOC. In je brievenbus. Dus top, ben benieuwd. Oké. Hoi, hoi.